Hartelijk welkom mensen weer bij zijn boodschap in de openbaring verdieping 1, Gods volk. We hebben het over geen nieuwe leer, maar wel over het licht in de Bijbel en op de Bijbel. We gaan de Bijbel weer openen, we gaan weer kijken wat God ons heeft te vertellen. Met een bijzonder ook over en rondom Jesaja 27, 28 en ook Joel 1, wat we al hebben gelezen. Laten we maar eens beginnen weer met zien. Het is nu vooral belangrijk dat u gaat verstaan van let op, ik moet dus dat laatste inzicht, profetische inzichten hebben. Nieuw licht hebben. En daar gaan we mee verder. Wat zegt God in het oude testament over zijn volk die hem en het oude testament verachten? Dus geen licht hebben. Nieuw licht wel te verstaan. Want de vaste stad... Jeruzalem en dat is Sion. Zeven dag staat dus nu zeven hervormingsperiode zal eenzaam. De woonsteden zal verstoten en verlaten worden, gelijk een woestijn. Er komt een beweging. Gods volk wordt verstoten en verlaten. Daar zullen de kalveren weiden en daar zullen zij nederliggen en zullen haar takken verslinden. Als haar takken verdord zullen zij Zullen zij afgebroken worden? En de vrouwen, andere geloofsgemeenschappen, komende, zullen ze aansteken. Want het is geen volk van enig verstand, zonder kennis der profetieën dus. Nieuw licht, geen licht hebben. Hosea 4 vers 6. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Daarom zal hij die het gemaakt heeft, zich dezelfde niet ontfermen. Er is geen genade dus meer voor Gods volk. En die het geformeerd heeft, zal aan hetzelfde geen genade bewijzen. Daar staat het ook al. God beschermt zijn volk niet en heeft geen genade meer voor zijn volk. Als je dus licht verwerpt, dat is dus de toetssteen, wat mening vaak niet goed begrijpt. Als mensen dus licht verwerpen, dan is dat gebeurd, dan stopt dat. Dan is er geen genade meer en God gaat zich niet meer ontfermen over ons mensen. En dat is wel iets wat u heel nadrukkelijk moet weten en ook een andere moet leren. Wilt u bij die laatste groep wachten ze op een muren horen? En we gaan toch een hele hoop teksten lezen, ook uit de Geestelijke met Bijbelteksten daarbij en citaten. Dat u heel goed verstaat dat ik het niet zeg, want een hele hoop mensen zeggen: ja, die verkondigt alleen maar kommer en kwel. Nee. Ik vertel alleen maar wat in de Bijbel staat. En ik vertel ook hele mooie dingen. Maar de mensen kunnen het vaak niet meer aan hun oren verdragen wat in de Bijbel staat. En dan krijgt de boodschap natuurlijk altijd de schuld. En dat zal dus ook zo bij u straks zijn. U krijgt de schuld van, dat zijn van die rare denkers, daar snappen we helemaal niks van. Die zijn dus dronken, zoals we hebben geleerd. Dat wordt straks gezegd. Juist binnen Gods laatste volk, gemeente. Hoeveel dwaalleren en dwaalleraars zijn er momenteel in Gods laatste gemeente? Zoveel dat we kunnen spreken over een omega-afval. En wat betekent omega? De naam van de laatste letter van het Griekse alfabet. Zoals alfa, a, de eerste is. Vandaar dat in de Bijbel alfa en omega wijzen op de eerste en de laatste, het begin en het einde. Advies, de totale presentaties, de drie getuigen. Dan heb ik erbij gezet, dat weet u. Daar heb ik al heel veel behandeld. Maar hier komt natuurlijk ook heel veel terug. De dwalingen starten al in 1863. Toen verwierp James White de 25-20. Deze zien we niet meer terug op de 1863 chart. Hier rechts afgebeeld. En juist op die linker en rechter chart staan dus wel die 25-20 weer vermeld. Hoe is het mogelijk? En dat hebben we al gezegd. Hij is als een baken op zee. Een van die pioniers die dit soort dingen liet vallen. En een baken op zee, dat weet u. Dat is ondiepte, dat is gevaar. Blijf daarbij vandaan. Dus op een bepaald moment ziet u zelfs dat James White, een van de pioniers, dingen niet meer goed begreep. En dus mee viel. Natuurlijk, hij is gered, maar dit soort dingetjes viel hij in. En zoals u weet ook, hebben we al behandeld, ook de drie eenheid viel hij ook in. En zuster White heeft daar ook over gesproken, maar die heeft hem nooit openlijk daarop rispt, Op wat voor manier dan ook maar. Dingen moesten gebeuren, en anders had God dat tegen haar gezegd dat ze dat wel moest doen. En ook voor ons, nogmaals, als baken dient hij. Dus dwaal leren en dwaal leraars over. Dan wil ik niet zeggen dat, let op dat James White een dwaalleraar was. Hij had zo'n puntje wat hij niet begreep en daar viel hij wel door op een bepaald moment. Niet vanuit het geloof vandaan, maar het is een bewijs voor ons in welke tijd dat allemaal startte. Dus bij deze. En er zijn twee groepen. De Abels en de Kains. En de Kains, daar wil ik nu eerst over spreken. En daarna ook nog even over de Abels. Kein en Abel natuurlijk een heel goed voorbeeld, altijd. Dat hebben we ook al besproken met z'n allen. Dan gaan we even terug naar de Paulusbrieven. De, de groep wordt aangewezen in 2 Thessalonicenzen, 2 vers 1 tot 12. Hij die onder de oppervlakte ziet, die de harten van alle mensen leest, zegt van hen die een groot licht hebben gehad, zegt zuster White. Deze verkiezen ook hun eigen wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeisselen. Dat zullen we straks ook allemaal weer lezen in Jesaja. Ik zal ook verkiezen het loon hun handelingen, en hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde, Ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad is in mijn ogen, en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. En hier haalt zuster White dus Jesaja ook aan. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling. Dat zij de leugens zouden geloven. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid, dus dat nieuwe licht, niet aangenomen hebben. Om zalig te worden. Maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. En u weet, ik heb heel vaak gesproken over die ongerechtigheid. In die liefde der waarheid nemen ze dus niet aan. Als wij echt gaan verstaan hoe Paulus ook heeft geschreven, en zuster White haalt dat ook allemaal aan, wij, wij zien alleen die oppervlakte maar. Die bovenkant, veel mensen, wij gelukkig niet zo we bij elkaar zijn, maar veel mensen. Wij moeten die dieptes van het nieuwe licht zien. Wat wordt er nu echt mee bedoeld ook in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tot 12? Die mensen die die verborgenheid en ongerechtigheid niet goed verstaan, dat totale verlossingsplan, die krijgen een onderoepelijke dwaalling. Die hebben die liefde voor die waarheid niet, die liefde voor dat nieuwe licht niet. En die is gegeven wordt natuurlijk veel van geëist, dus vandaar. De 70-advertisten hebben veel meer verantwoordelijkheid om nieuw licht te ontdekken dan de shatuken menen. Maar de shatukumene heeft ook heel veel verantwoordelijkheid om straks dat laatste nieuwe licht vanuit de provincie aan te nemen. Begrijp goed dat we allemaal op dezelfde manier gewogen worden rondom die zondagswet natuurlijk. Wat voor licht we hadden kunnen krijgen binnen de zevendagse en wat voor licht de shatukumene had kunnen krijgen van de zevendagse advertisten tijdens de luiderop, daar worden zij op geoordeeld. Dus daar ligt dus een gevaarlijk punt in. En er is nog zo'n belangrijke misleiding die we heel goed moeten verstaan. En nogmaals, de Profetes spreekt erover. Laten we dat maar eens lezen gaan met z'n allen. Waar ligt een van de gevaarlijkste misleidingen voor iedere gelovige? De hemelse leraar stelde de vraag. Welke sterkere misleiding kan de geest bedriegen dan het voorwendsel dat gij bouwt op het goede? Fundament. En dat God uw werken aanneemt, terwijl ge in werkelijkheid vele dingen doet naar de wereldse richtlijn en al dus zondigt tegen de Heer, is zo ontzettend belangrijk wat hier staat. Een enorme gevaarlijke misleiding. Het is een groot bedrog, een betoverende misleiding die beslag legt op het verstand, wanneer mannen die eens de waarheid hebben gekend heb ik een streep ondergezet, de vorm van godzaligheid houden voor de geest en de kracht daarvan. Dus die gaan niet verder in die waarheid, die stoppen. In stilstand is achteruitgang, dat weet u. Wanneer ze veronderstellen dat ze rijk en verrijkt zijn en aan geen ding gebrek hebben, terwijl ze in werkelijkheid aan alles behoefte hebben. Vaak zijn dat ook die fanatisten. Die zeggen, wij kennen de waarheid wel. Wij hebben zoveel kennis van die waarheid. En die hebben ook inderdaad eens de waarheid gekend. Maar ze gaan niet verder onderzoeken met Gods Woord. Die dieptes gaan ze niet meer verstaan. En dan blijven ze daar. En dan komt die ongerechtigheid ook in hun op. Van ik ben wel degene die het weet. Ik zal jou wel vertellen hoe het zit. Ja, maar ze moeten veel verder gaan. En ze moeten. Alle ongerechtigheid van zich houden. En daar ligt een enorm gevaar. En dat wil ik telkens benadrukken. Weet dat u door moet studeren. Dat nieuwe licht moet ontdekken. Die niet dat nieuwe licht hebben in die eindtijd, komen niet door die eindtijd heen. Ik heb het heel vaak gezegd. Ik hoop echt dat u dat ook meeneemt voor uzelf. Ook naar anderen toe. Want ze zijn blijven staan. En ik heb wel zeggen, afgezien die mensen die net gedoopt zijn, die kunnen dat nog niet weten. Die worden daar niet verantwoordelijk voor gesteld. Maar diegenen die al langer in dat geloof zitten, en die zeggen: Ik heb al geleerd, ik weet het al, ik ben gedoopt, ik ben nu kerkganger geworden. Want zo noemen we dat. Ik hoef niet meer te studeren. Ach, ze nu en dan lezen we wat thuis en dan is het wel goed. Dat is het enorme, grote gevaar. Dat is een enorme misleiding. Dat we denken dat we dus gered zijn, omdat we wel waarheid Hadden. Hadden geleerd. En dat klopt ook. Voltooid verleden tijd. En niet meer hebben, om het zomaar uit te drukken. Dus vandaar dat we goed moeten verstaan wat God van ons verlangt. En we weten ook dat God altijd dezelfde is. En met dezelfde maat meet, nagelang wij kennis hebben. Moeten we gewoon meenemen. Bij God is geen verandering of schaduw van omkering. God vraagt altijd hetzelfde van ons. Lees Jacobus 1, vers 17. God is niet veranderd tegenover zijn trouwe dienstknechten, die hun kleren vlekkeloos bewaren. Maar velen roepen: vrede en geen gevaar. Liefde, liefde en geen gevaar. Terwijl een haastig verderf over hen zal komen. Wanneer er geen diep berouw is, wanneer mannen hun harten niet verootmoedigen voor de waarheid, zoals die in Jezus is te beleiden. En te ontvangen, zullen ze nooit, u ziet dat hier letterlijk staan, zullen ze nooit de hemel binnengaan. Wanneer in onze rij de loutering plaatsvindt, zullen we niet langer zo gemakzuchtig blijven, in prat gaan, dat we zo rijk en verrijkt zijn en dan niets gebrek hebben. Daar speelt dus de profetesse op. Die mensen die denken: wij zijn rijk en verrijkt, wij kennen de profetieën. Daar draait het juist om, die dat juist op hun manier goed weten, die daar dus niet goed mee omgaan. Ik kan alleen maar tegen zeggen: Pas op wat er speelt, pas op. Waarschuw uw medegelovigen dat ze door moeten gaan met studeren. Doen ze dat niet, blijven ze staan op die dingen die ze hebben geleerd, dan kunnen ze die hemel niet ingaan, want ze worden gemeten naar het licht wat ze hadden kunnen krijgen. En ja. Het komt natuurlijk allemaal bij die leiders vandaan. Want die leiders staan stil en die gaan niet verder en die vertellen nu niets meer. Dat mag duidelijk zijn. Dus die zijn ook volledig verantwoordelijk in alles wat ze doen. Dat mag ook duidelijk zijn. Dus, en die worden ook tien keer zo erg gestraft in die zeven plagen en in die tijd van Jacobs benauwdheid dan al de anderen. Heel logisch allemaal. Dus laten we eens weer kijken naar die leiders. Nogmaals. Ik spreek veel over leiders. Ik hoop dat leiders zich gaan bekeren als ze dit lezen, zien, begrijpen, wat dan ook maar. Er moet iets gebeuren met die leiders, want die hebben een hele belangrijke functie. Veranderen ze hun niet? Ook in de chartucumenen kerken, dominees, herders, predikanten, priesters in de katholieke kerk. Blijven ze zo, dan hebben ze een enorm probleem. En dat willen we ook eens onderzoeken met z'n allen. Want wat hebben de leiders en het volk van God? Van Gods huis gemaakt? Wie kan naar waarheid zeggen? Ons goud is beproefd in het vuur. Onze klederen zijn door de wereld niet bevlekt. Ik zag onze leraar wijzen op die kleren van zogenaamde gerechtigheid. Ze hebben onrecht in hun. Terwijl hij hen van hun kleren ontdeed, toonde hij de onreinheid daaronder. Toen zei hij tot mij. Kunt gij niet zien hoe ze vol aanmatiging hun karakterbezoedeling en hun verdorvenheid bedekt hebben? Hoe is de getrouwe stad, Jeruzalem, Sion, tot een hoer geworden? Het huis mijns vaders is gemaakt tot een huis van koophandel. Een plaats waaruit de goddelijke tegenwoordigheid en heerlijkheid is verdwenen. Daarom is er zwakheid en kracht ontbreekt. Ze hebben niet die kracht, die veerkracht meer om die waarheden ten toon te spreiden. Kunnen ze niet meer? En ze hebben zwakheid in alles wat ze doen. Een zogenaamde gerechtigheid, aanmatiging, zoveel onreinheid daaronder. En dat horen wij te zien en moeten wij verstaan. En dan moeten we ze voorwaarschuwen, zolang het nog kan natuurlijk. Want als ze niet Openbaring 10 het boekje eten, dan kunnen ze nooit verder komen. En als ze Daniel dus niet eten, Daniel 11, vers 40, 45, de geschriften, dan kunnen ze nooit, de valstap daar weer op, de profetieën leren kennen. Want we moeten Gods woord lief hebben, intens in ons opnemen. Dat wordt vaak met eten bedoeld natuurlijk. Geen mensen eten, geen boekjes opeten, of Daniels opeten, of openbaring opeten. Nee, het woord tot ons nemen, in en uit leven. Als we nu niet Gods Woord eten, wat eten we straks dan? Maar we kunnen nog genezen worden. We kunnen nog. Wanneer de gemeente, die nu doortrokken wordt van haar eigen afvalligheid, niet tot inkeer zal komen en zich niet zal bekeren, zal ze eten van de vrucht van haar eigen daden, tot ze van zichzelf een afschuw zal krijgen. Wanneer ze het kwade weer staat en het goede kiest, wanneer ze God zoekt in alle ootmoed in haar hoge roeping, in Christus bereikt, staande op het fundament der eeuwige waarheid, en in het geloof beslag legt op de talenten haar toegewezen, zal ze genezing ontvangen. Voor de zondagswet bij de Zevende Dan zal ze naar voren treden in haar door God gegeven eenvoud en reinheid. Ziet u? Eenvoud en reinheid. Bewaard voor alle aardse verwikkelingen. Wereldse eerzucht dus. Terwijl ze laat zien dat de waarheid. Dan komt het weer op die waarheid aan. haar inderdaad heeft vrijgemaakt. En dat klopt ook. Die waarheid maakt vrij. Niet grote groepen mensen. met grote acties. Hoe het schijnt allemaal grote acties. Dan zullen haar leden inderdaad de uitverkorenen Gods. Zijn vertegenwoordigers zijn. Dat eten van die waarheid, dat draait het om. Niet die mooie schone schijn, die aanmatiging, die bladeren dos. De Heer Jezus heeft het er zo vaak over. En dat moeten we nu echt gaan verstaan. Dat we continu moeten begrijpen dat we echt zo intens dat woord van onze geliefde Heer Jezus tot ons willen nemen. Dat we ook echt alles willen weten. En daar is wel tijd voor nodig. Dat is veel gebed voor nodig, dat begrijpen we ook. Dus wij moeten onze persoonlijkheid, onze tempel van de Heilige Geest, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wat moet daarmee gebeuren? Die moet gebouwd, herbouwd worden. Gods kinderen zouden Gods tempel, geestelijke tempel dus, moeten herbouwen. Dat is de kracht die we uit het lezen van de profetieën kunnen halen. We lezen nu als voorbeeld Jesaja 66, vers 1 tot 13. Maar er staan veel meer voorbeelden in de profeten vermeld. Ik kan natuurlijk lang niet alles behandelen. Maar dit is Jesaja 66. Aan het einde van Jesaja. Want dit is het laatste Bijbelboek van Jesaja. En leest u de rest ook uit. Want er staan hele mooie dingen nog in over de lifieten, zoals je weet. 66, vers 21. Alzo zegt de Heer: De hemel is mijn troon. En de aarde is de voetbank mijn voeten. Waar zou dat huis zijn dat lieden mij zou bouwen, dus die geestelijke tempel, dat zit aan het einde van Jesaja. En waar is de plaats mijn rust, rust, spaadering. Waar is de heilige Geest in uw harten? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heer. Maar op deze zal ik zien, op den arme en verslagenen van het geest. En die voor mijn woord beeft. U moet in die zin niet bang zijn voor God. Maar beven voor dat woord. Dat we er alles aan willen doen om dat te bemachtigen. Als we het niet hebben, moeten we angstig worden. Ik wil dat ook weten. Dat is die honger krijgen naar Gods woord. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hond den hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert verkeerde offeringen. Wie wierook brandt, dat is een belangrijk punt, ten gedenkoffer is als die een afgod zegend. Deze verkiezen ook hun wegen en hun ziel heeft lust aan hun vervoerselen. Hoeveel hebben we al niet wierookstokjes in huis? En ik heb menigheden erop gewezen, stop daarmee, geen wierook, hou ermee op, dat is afgoderij. Dan zitten ze te kijken, afgoderij, waar staat dat dan? Ja, dat staat in Jesaja, dat lezen we dus nu, 66. Wie wier ook brandt, ten gedenken over, is als die een afgod zegent, zo ver gaan mensen. En ze weten niet meer waar ze mee bezig zijn. Als je met dat soort dingen, of dat soort dingen in een huis hebt, weg daarmee. Heel veel mensen gaan dan zeggen, ja, maar dat was toch bij het volk van Israël toch ook in die heiligdomsdiensten, hebben wij ook wier ook. Ze weten helemaal niet waar ze mee bezig zijn momenteel meer. Punt om mee te nemen. En dus ons lichaam, onze geest moet herbouwd worden. Dus ook in die dingen. Waar zijn wij mee bezig soms? We weten het soms niet eens. We zijn gewoon afgodend soms aan het zegenen in die zin. En normaal, dat hoort er wel allemaal bij. We kunnen zeggen, ik lees de Bijbel alleen en dan is goed. Nee, we moeten ook doen wat in die Bijbel staat. Dus als we dit lezen, in dit geval Jesaja 66. Dan moet u voor uzelf constateren. En nogmaals, heel Jesaja 66 is ontzettend mooi. Dat heb ik al gezegd. Van het begin tot het einde, lees dat door. Ziet u heel veel in? Ook die luide roep nog op het einde. Dus vandaar, doe vooral wat God van die verlangt. Daar draait het om. En dan krijgen we ook die werken die God van ons verlangt, natuurlijk. En het loon nemen wij mee naar de hemel. God zal verkiezen het loon hunner eigen handelingen. Dus dan lezen we verder in Isaiah 66. Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen. En hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde. U weet dat, Jeremia 6 vers 17. Ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad is in mijn ogen. En verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Hoort Heere woord. gij die voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen, uit de kerken gaan zetten straks. Let op, daarom wordt dat ook een beweging. Om mijn naams wil. Weer een bewijs dat die broeders u zo haten en u gaan afzonderen. Dat zegt Gods woorden zal in Jesaja, Dat is de eindtijd. Zeggen dat de Heer heerlijk wordt, omdat ze u afzonderen. Doch Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Dus wij zullen zien dat Jezus Christus voor onze vreugde is en zij zullen beschaamd worden in hetgeen wat ze hebben gedaan. Het zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn. Een stem uit een tempel. De stem des Heren. Kijk, de wachters roept de Heren. Die zijn vijanden de verdiensten vergeld. Eer zij barensnood heeft zij gebaat, eer haar smart overkwam. Eer de zeven plagen zijn, hebben ze dus die barensnood al gehad. En dat is natuurlijk ook weer in die kleine Jacobsbenheid. Lees goed wat daar staat, analyseer die teksten heel nauwkeurig. En dat is Gods Geest benodigd, dat hij dat traint, trainen. Ik kan u nog meer uithalen, maar dat zeg ik altijd, dat doe ik niet. Want dan, dan zegt u op een bepaald moment, wat bedoelt hij nu allemaal, dan maak ik het voor u ook veel te moeilijk voor. Straks gaan we steeds meer onderzoeken en steeds dieper op de teksten in. Maar u moet voor uzelf wel leren lezen wat Yeshua heeft bedoeld daar. En ik help u daar continu mee. De Heilige Geest helpt u. Ik ben alleen mijn doorgegeven luik, zeg ik altijd. Maar in die zin help ik u dan natuurlijk. Om u toch te leren wat God u heeft verteld. Dus er komt een moment dat die broeders u haten en u afzonderen. Weg met hen. We hoeven hen niet meer. We willen hen niet meer. We willen hem niet meer. Die al met die duidelijke woorden aankomt. En ze hebben de Bijbel dus niet geleerd. Ze kennen de Bijbel helemaal niet. <laughs> ze weten niet eens dat dat erin staat. Dus vandaar, zij zijn gewoon bezig met die andere groep die daar ook in vermeld stond. Als u dit woord hoort, dat heeft natuurlijk alles te maken met ja, die veeën die over deze wereld komen. En natuurlijk. Hebben wij ook last van? Krijgen wij ook. Die gemeente ziet dat ook gebeuren. Het evangelie wordt met een barende vrouw vergeleken. In Gods woord. Zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een val kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen. Die verdrukking is dus gekomen. En zij heeft haar zonen gebaat. Dus door die druk in die eindtijd worden zonen gebaat. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heer. Zou ik die genereer voortaan toesluiten, zegt uw God. Verblijft u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Maar God gaat natuurlijk door die druk iets doen, die wachters komen tot stand. De 144.000 worden geroepen, wees vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar zijt treurig geweest. Dus we zitten nu natuurlijk nog voor die zondagswet in die diepe treurenis, maar dat gaat anders worden. Zij die nu treuren zullen straks verzadigd worden, heb ik erbij gezet, opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten haar vertroosting. Dat is weer die melk drinken, dat is dus die leer aanvaren. Vooral dus die nieuwe wijn, dat nieuwe licht, die jonge wijn. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlusten met den glans haar heerlijkheid. U ziet, dat vinden we ook weer in Jesaja 28, vers 9 terug. Borsten, melk, melk, jonge wijn. En we gaan dat natuurlijk die dieptes daarin herkennen. Dat het weer vast voedsel wordt. Zo belangrijk is het dat God een vergelijking maakt met een barende vrouw. Dus die druk op die gemeente, vrouw is een gemeente, die komt. En daardoor gaan ze toch nog zoeken naar die waarheid. Let op: de kerken, dus in bijzonder. Want ze gaan allemaal naar Jeruzalem toe. Daarom is dat inzicht in die luide roep zo belangrijk. Wat is dat gebeuren? En u zult ook telkens zien dat op een bepaald moment God door die Bijbel heen, door de profeten heen, die kleine Jacobsbenauwdheid en die grote Jacobsbenauwdheid laat hij zien, kunnen wij lezen. In Joel hebben we dat ook al even gelezen. We kunnen dat een beetje weer letterlijk lezen, maar daarna vooral weer geestelijk lezen. En dat ziet u heel vaak weer terug. De honger, de pestilenties, het zwaard, de beesten. Dan weten we, dat is letterlijk. En daartussendoor wordt weer geestelijk geschreven. Houd dat voor uzelf vast dat u dat weer meeneemt. Ik kan natuurlijk niet alles vertellen. Elke keer vertel ik u weer een beetje hoe je moet lezen. Hoe God de Bijbel heeft geschreven. Hoe wij dat kunnen analyseren. Want wij zullen natuurlijk een enorm. Grote dingen meemaken als we dit ook echt gaan uitdragen. Want Gods volk uit Babylon, die gaat dat verstaan natuurlijk. En dat is natuurlijk prachtig wat daar gebeurt. Want juist bij de luidroep zullen we Gods almacht en liefde voor zijn volk aanschouwen en getroost worden. Dat is natuurlijk een geweldige troost. Als we gaan zien dat God zijn oprechte kinderen uit Babylon roept. Want alzo zegt de Heer, Ziet, ik zal den vrede over haar uitstrekken als een rivier, en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. U ziet dat, de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. Dan zult gij lieden zuigen, dus die mos, die nieuwe wijn, die jonge wijn, gij zult op de zijde gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Als een die zijn moeder troost, al zal ik u troosten. Ja, gij zult in Jeruzalem getroost worden. Dus bij Gods volk, dus bij de 144.000, de zeven, daar staat het. Dat omslagpunt is enorm natuurlijk voor een moment, tijdens het moment van die zonderswet. En die vertroosting vindt dus plaats in die kleine Jacobsbenaaldheid. En daar spreekt Jesaja hier heel expliciet over. Dus vandaar, let op die verschillen. Hoe leest u? En dat zullen we dus allemaal gaan zien en meegaan maken, want God heeft die spadregen uitgestort en daardoor kunnen wij dus het werk vele malen beter doen. Vooral dus allemaal na die zondagswet. En na die zondagswet is dus alleen voor de mede. Natuurlijk eerst speelt het zich al iets iets af natuurlijk. Voor de maar Of menig advertist is dus al te laat. Want we weten dat de Heer enorm genadig is. Gelukkig maar. Zo genadig is God nog. Dus na de zondagswet. Voor zijn oprechte kinderen in Babylon. En het zal te dien dagen geschieden dat de Heer dorsen zal van den stroom der rivier. Kleine valken dus. Wat hierover gesproken, heb ik erbij gezet, af tot aan de rivier van Egypte. Egypte is de wereld, weten wij ook. Heb ik er ook bij gezet. Doch gijlieden zult opgelezen worden, als verwaarloosd overschot behandeld zal worden, gelijk de armen. Sierut 2 vers 17 en 19. De nederigen, die worden opgelezen. En bij een, o oh, gij kinderen Israëls, de chapuken menen. En het zal te diendagen geschieden dat er met een grote bezuin geblazen zal worden. Dat vindt u ook weer in Jool terug. Maar ook voor Sion, maar ook voor de Schatukemene. Dan zullen die komen die in het land van Azuur, hier staat het overduidelijk: Babylon, Schatukemene kerken, verloren zijn. Die komen dan. Leest u overduidelijk. En de heengedrevenen in het land van Egypte. Weer de wereld. En zij dus niet zeven advertisten, zullen den here aanbidden op den heiligen berg. Daniel 11, vers 45, met in het bijzonder vers 45. Te Jeruzalem. Hierbij is Gods afvallig volk niet meer aanwezig op de 144.000 na. De werkers, wachten ze op de muren, de schutters, dat daar een omslagpunt komt voor Gods oprechte kinderen uit Babylon, dat is geweldig. Die oprecht altijd dat woord van God hebben bestudeerd, die gaan op dat moment uit Babylon komen en zich aansluiten bij de oprechte kinderen van God. Dus hou daar rekening mee wat er staat te gebeuren. Dat vindt u dus letterlijk in Isaiah. Dus dat verlossingsplan zit totaal door die profetieën heen verweven. En ik heb daar nog even een plaatje bij. Van Rut, u ziet dat, hoe dat toen ook ging. Rut is hier dat laatste koren aan het binnenhalen wat overgebleven is. Heel mooi plaatje, ik wou hem u niet onthouden, dus bij deze. Dat oplezen zal onherroepelijk gaan gebeuren. En waardoor komt dat alleen maar door dat wij die waarheid kennen en ook uitdragen. Daar zijn we continu mee bezig en we gaan straks nog meer dingen ontdekken. Ook in die vier generaties nog, maar... Belangrijk is dat we nu echt goed gaan verstaan dat dat licht, dat moet tot mensen doordringen. Dat licht brengt die scheiding aan. Dat hebben we nu met z'n allen wel heel goed begrepen, volgens mij. Want Gods volk heeft een rots in de waarheid, in al de waarheid. Zet uw voeten op het fundament van de rots. Zij die hun eigen verstand volgen en wandelen in hun eigen weg, zullen een achterbaks te vormen. Dat is wel heel duidelijk uitgelegd. Misschien hard, maar het is zo. Klopt onherroepelijk wat er staat. Die mensen krijgen dus een achterbaks karakter. IJdele doctrines en spitsvondige sentimentaliteit zullen met geloofwaardige voorstellingen worden geïntroduceerd. Om zo mogelijk, pas dus op, de uitverkorenen te misleiden. Ik heb het al veel vaker gezegd. Zij gaan op een bepaalde manier te werk waar u dus oog voor moet hebben, ogen zelf voor moet hebben en daar dus niet in meegaan. Bouwen de gemeenteleden op de rots, is dan de vraag. De storm is op komst, de storm die ieders geloof zal testen waar die opgebouwd is. En die moet dus op de rots, op Jezus Christus en op de fundamenten van de pioniers gebouwd zijn. Gelovigen moeten nu stevig geworteld zijn in Christus. Want anders zullen ze op een dwaalspoor, dus dronken worden. En dus ook op een dwaalspoor worden gebracht. Door een geleidelijke dwaling. Ik heb dat zo veel gezegd. Die geleidelijke dwaling is zo funest. Want dat gaat gewoon heel langzaam. Dat ziet u niet. Was die dwaling maar abrupt in één keer... Dan zegt u: Wat gebeurt hier? En dan schrikt iedereen wakker. En dan zeggen ze: Wat gebeurt hier? Kijk, dan zijn de mensen wakker. Maar dat doet de duivel niet. Die doet dat geleidelijk aan. Vandaar dus ook die vier generaties: Geleidelijk aan. Eerst de ene, dan de tweede, dan de derde, dan de vierde. Vervalsingen met boeken inbrengen. En niet meer de Bijbel goed kennen. Het eind is daar. Geest de profecie aan de kant zetten. Alles is einde. Vandaar let op die geleidelijke dwaling. Vandaar dat ik u natuurlijk soms even, en dat moet u ook doen, dan, ik spreek tegen u altijd, maar dat u dat ook doet bij anderen, wakker schudden. Van let nu op, we zijn met z'n allen afgegleden. We zitten al in de dieptepunt, we zien het niet meer. Dat komt omdat we niet wakker geschud worden. En dat moet wel gebeuren op een bepaald moment. We moeten dat zien van 150 jaar terug en nu. Wat is er al gebeurd of 170 jaar terug? Dus vandaar dat die dwalingen, die zijn er nu en die komen. En vandaar dat heel veel mensen dus dronken zijn als het gaat om Gods eeuwige Die begrijpen dat niet meer. Waarom krijgt Gods volk dwalingen en worden ze dronken van de nieuwe wijn? Wee Wij de hoogvaardige kroon der dronkenen van Efrem. U ziet, het zijn weer die hoogmoedige, hoogvaardige, zelfzuchtige, trotse... Mensen, dat is dus altijd de kern, geen nederigheid. En dit is de eerste keer dat Jesaja dat zegt in 28 vers 1 tot 3. Welke heerlijk sieraad is een afvallende bloem? Dus dat was een mooie bloem, maar die is afgevallen. Die daar is op het hoofd der zeer vette vallei, der geslagenen van de wijn, van de nieuwe wijn. Ziet, de Heere heeft een sterke, een machtige er is gelijk een hagelvloed, een poort des verderfs, gelijk een vloed der sterke wateren, die overvloeien, zal hij ze ter aarde nederwerpen met de hand. En dan komt hij weer, de hoogvaardige kronen der dronkenen van Ephraim. Dat zijn dus de echte dronkenen. Tweede keer zullen met voeten vertreden worden. Heel ernstig natuurlijk wat daar staat, want dat zal gebeuren. Hoogmoed en afvalligheid is de oorzaak van verderf. De volle oorzaak binnen Gods gemeente. En voor diegenen die wat langer in Gods gemeente zitten, en die eens wat hebben gezegd over hoogmoed, weer Amos 5 vers 10, die zien ook die hoogmoed, en die kunnen ook heel goed verstaan wat God hiermee bedoelt. En tot tweemaal bevestigen, dan weet u, dat is waar. Dat kunt u niet en ik ook niet meer omheen. En dat is daar dus ook echt gaande momenteel binnen Gods volk. Hoe belangrijk is het om de getuigenissen aan te nemen met de laatste waarheid? Dus we kunnen niet zonder de getuigenissen, de geestelijke profetie, maar vooral ook niet met dat laatste licht. Laat uw geloof door Gods woord bewezen worden. Dat staat er heel mooi, bewezen worden. Zo spreekt de Heer vanuit zijn woord. En niet alleen maar zeggen, zo spreekt de Heer, Heer. Want sommige mensen hebben de mond daar vol van. Maar ze begrijpen echt niet wat daar nog in de Bijbel staat. Grijp stevig de levende getuigenissen van waarheid aan. Dus ook de geestelijke profetie. En met de Bijbel. Stevig aangrijpen. Vertrouw op Christus als uw persoonlijke verlosser. Hij is en zal altijd onze eeuwige rots zijn. De getuigenissen van de geest van God zijn waarheid. Geestelijke profetie is dus waarheid. Verander uw geloof niet door een of andere doctrine. Dus een valse leer. Hoe aangenaam deze ook mag schijnen, dat zal de ziel verleiden. De drogredenen van Satan zijn nu vermenigvuldigd. En degene die van het pad der waarheid, dus die laatste waarheden, aanwijken, zullen hun invloed veranderen verliezen. Ze verliezen alles. Als u die laatste waarheden, dat nieuwe licht, de moster, niet verstaat, verliest u alles. U wijkt af van die waarheden. U kunt niet meer gered worden. U wordt in duisternis gelaten. Daar spreek ik ook heel nadrukkelijk over. Ga niet naar die grote groepen toe. Ga naar die groep toe waar die waarheid is. Alleen die waarheid, met in het bijzonder dat nieuwe licht, daar moet u naar zoeken. Denk aan de tijd van Luther. Als ik het toch ergens moet zeggen, denk daaraan. Wat gebeurde daar? Ze gingen allemaal naar Luther, want die vertelde iets. Die had die, al die standpunten opgeschreven, natuurlijk. En zeiden: van, Dit klopt niet wat de, katholieken leren, dit klopt niet wat de katholieken leren, en dat doen wij ook dit klopt niet meer wat de chateau ukemenen leren dit klopt niet meer wat ze leren u moet dus daar naartoe gaan waar het licht is, de waarheid dus nog eens te vinden en vandaar wanneer kunnen we dan ook zeggen, nu weten we dat ook wat is daar een belangrijke regel in hoe kunt u dat testen, wat is uw, zal ik zo kunnen zeggen, wat is uw motto? Laat ik het zomaar uitdrukken. De werken voor Jezus Christus moeten vol bevonden worden. Dat moet het motto zijn. Alles moet er naar wijzen, ook de vruchten en alles. Vol is dus totaal. Ze hebben niets om op te steunen. Zij zullen van de ene naar de andere dwaling afwijken. Met iedere wind van vreemde leringen meegaan. En dat is volop gaan, ook binnen Gods volk. Satan is afgedaald met grote kracht. Velen zullen door zijn wonderen worden misleid. En dat gaat natuurlijk straks volop gebeuren. Degenen die zijn technieken accepteren, zullen degene zijn tegen wie Christus zegt. Dit zegt, die de zeven geesten gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood. Want gij hebt dat nieuwe licht niet meer. Zijt wakende en versterkt het overige dat sterven zal, Want ik heb uw werken niet vol gevonden. En vol bevonden dus. Voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar hebt en bekeer u. Die ongerechtigheid moet uit die mensen vandaan gehaald worden. Eerste engel hebben wij allemaal geleerd. Wat moeten we? is doen echt oprecht berouw hebben en ook dus echt ook aangeven, zegt altijd weer, bij schuldbeleidenis hoort ook specifiek maken van wat er fout is gegaan. We kunnen dat niet onder het stof en onder het zand verbergen. Wel zoveel het spijt me en dan zijn we er klaar mee. Dat is de eerste engelenboodschap. En dan die gerechtigheid van Jezus Christus in ons hebben en dus zeker niet eigen gerechtigheid hebben. Het is allemaal zo duidelijk natuurlijk. Vandaar dat we zeggen, alles valt en past in elkaar. En daarom moeten we ook heel goed naar die geestelijke provincie terug. Want die maakt het ons steeds duidelijker en duidelijker. En wij hebben de pioniers. We hebben zuster White, gelukkig. Die bleef staande tot het allerlaatst aan Jezus Christus de eer. En zo moeten wij dus ook staande blijven. Christus heeft zijn waarheid geopenbaard aan de pioniers. En dat zijn dus de oude paden. Ik smeek iedereen om duidelijk en standvastig te zijn met betrekking tot de zekere waarheid die wij gehoord ontvangen en verdedigd hebben. De verklaringen van Gods woord zijn duidelijk. Plaats uw voeten stevig op het fundament van de eeuwige waarheid. Wijs iedere soort van dwaling af, zelfs als ze bedekt zijn met een schijn van de realiteit die de persoonlijkheid van God en van Christus ontkennen. Dus dat heeft er alles te maken met die drie eenheid. Die goddelijke drie eenheid. Maar dus ook op dat fundament blijven staan, op die oude paden, op die twee sjaats, op die twee tafelen. En dat is gewoon ons fundament. Daar kunnen we heel lang over spreken. Komt dus uit die zesde hervormingsperiode vandaan. Dus Als we dan nog even weer teruggaan over dat totale plaatje, wat moeten wij dan kunnen bevestigen en kunnen zien. Laten we nog één keer kijken. De eerste tot en met de vierde generatie tot de zonneswet. Juist bij die zonneswet hierbovenin, bij en na de zonneswet, gaat God zijn laatste verbond aan met de 144.000. En daar ziet u ook die eerste, tweede, derde en vierde generatie weer in. Dus wij doen niets anders dan hoe lang. En dat is tot de zonneswet. Twee klassen van aanbidders komen eruit. En dat Heer moet nog eenmaal hersteld worden, zoals je weet. En dat die derde profetie, vernietiging, vierde generatie en insecten uit Joël nu speelt. Daar hebben we het over. In die tijd leven wij dus. En als we dan ook goed lezen hoe die fundamenten continu ja, worden bekritiseerd, daar speelt nogal iets natuurlijk. Hoe zullen de fundamenten worden bekritiseerd? Ik zag een gezelschap dat goed bewaakt en vastberaden stond en niet wilde luisteren naar degene de hoogvaardige kroon in de dronkenen, zo heb ik dat ertussen gezet, die het gevestigde geloof van de kerk wensen te doen wankelen. God zag met welgevallen op hen neder. Mij werden drie stappen getoond, de boodschap van de eerste, tweede en derde engel. Mijn begeleidende engel sprak, wee hem die een blokje van de boodschap zal bewegen, of een speld eruit trekken. Het ware verstand van deze boodschappen is van het grootste belang. De lotsbestemming van zielen hangt af van de wijze waarop zij worden aangenomen. Ik werd wederom door deze boodschappen heen geleid en zag tegen welke hoge prijs Godsvolk hun bevindingen gekocht had. Ze hadden die verkregen door middel van veel lijden en zware strijd. Dus als we dat zien in het licht van Jesaja 28, als we dat even meenemen, die grote tegenstellingen. De twee grote tegenstellingen en groepen binnen Gods laatste volk. En de afvallende bloem, hebben we over gesproken, ook zuster White, zijn heerlijke sieraads die op het hoofd der zeer vette vallei is, zal zijn gelijk een vroegrijpe vrucht voor den zomer. Welke, wanneer ze iemand ziet, terwijl zij nog in zijn hand is, slokt hij ze op. Deze valt af voordat er geoogst wordt. Te dien dagen zal de Heer der Heidscharen, dus van 144.000, tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krant zijn. Den overgeblevenen zijn vals, Heb ik er nogmaals achter gezet. 144.000. En tot een geest des oordeels dien, die ten oordeel zit. En tot een sterkte dengenen, die den strijd afkeren tot de poort toe. De kaaiens. En de abels. De shifting is al daar. Een hele pijnlijke shifting, maar hij komt er. En wij kunnen alleen maar bidden, smeken, dat wij dat ook over kunnen brengen naar Gods oprechte kinderen toe. Daar moet u zelf voor bidden. Ik bid heel veel voor mijn broeders en zusters, maar soms denk ik wel eens, ik kom tegen een muur bidden. Niet naar God toe. Dat wil ik absoluut niet zeggen, want God hoort en verhoort alles op zijn tijd. Maar na die broeders en zusters, ze zijn onbewegelijk als een muur, dat wil ik daarmee zeggen. En we moeten toch blijven bidden voor Gods laatste volk. Dat die 144.000 nog staande kunnen komen en zo spoedig mogelijk, want ze zullen er komen, dat weten we. Maar ze spoedig mogelijk en dat we het werk samen met onze geliefde Heer Jezus af kunnen maken. Tot zover eerst geen nieuwe leer, maar wel. Nieuw licht op de Bijbel. Graag zie ik u straks weer terug in deel 3. Graag tot ziens.